Voorzitter, ik wil beginnen bij vanochtend 7:30 in Amsterdam. Gewone straat in de stad waar iemand werd doodgeschoten die vader was, die zijn werk deed. En dat heeft enorme impact. Mijn vader was tot zijn dood advocaat. Ik ken Ferdinand Grapperhaus ook uit die hoek. Mijn broertje is advocaat. Tot zijn spijt ben ik de politiek ingegaan. Hij begon met strafzaken en uitleveringen. En ik kan u verzekeren dat de rechtsstaat was bij ons een heel concreet iets waar we het over hadden. Dat het belangrijk is om je daarvoor in te zetten. En die advocaten, of ze in het strafrecht zitten of daaromheen, die hebben vandaag iets meegemaakt wat onvoorstelbaar was. Een moordaanslag op mensen die zich voor anderen inzetten, die dat als beroep kiezen. En daarmee is een afschuwelijk gebeurtenis voor dit land. En wil ik ook namens de Partij van de Arbeid het kabinet steun toezeggen om te doen wat er nodig is om dit te gaan stoppen. En ik denk dat niemand vandaag al precies weet wat daarvoor nodig is. Dat zou tenminste heel bijzonder zijn. Maar dat het moet stoppen, dat staat voor mij buiten kijf. Voorzitter, het politieke seizoen is begonnen. Dat kun je vandaag zien. En het is ook een feest om te zien. Mensen hebben zichtbaar plezier. Het mooiste vond ik Pieter Heerma, die zo moest lachen om zijn eigen grap, dat aanstekelijk werkt op ons allemaal. Ja, dat houden we erin. Als ik een goede grap weet te bedenken, dan. Maar het is ook het begin van het schooljaar. En ik ben er in mijn interrupties op ingegaan wat dat eigenlijk betekent. En wat ik mooi vind in mijn stad, maar ook in de plaats waar u woont, is dat je dan in deze tijd een nieuwe groep verkeersdeelnemers ziet. Vaak op een nieuwe fiets, of een tweedehands, maar in ieder geval net te grote fiets. Bijna altijd met een veel te zware rugzak op hun rug. Met hele grote ogen, vol verwachtingen over wat de toekomst heel concreet gaat brengen. En nog een beetje slingerend op zoek naar de route, naar de middelbare school. De brugpiepers. Weet u nog hoe u zich voelde? En het gekke is, de ouders die zien die brugpiepers gaan en die kunnen tegelijkertijd eigenlijk de baby zien die ze nog heel kort geleden in hun armen hadden. En ook al de volwassenen door de oogharen die daar straks rijdt. En de meeste ouders die doen ook schietgebedjes dat al die automobilisten, die fietsers en die scooterrijders, vooral die afschuwelijke scooterrijders, zich bedenken dat ze ook ooit zo fietsten met zo'n rugzak door dat verkeer. En die kinderen, die generatie, die staan natuurlijk voor onze vooruitgang. Dat is de toekomst die daar fietst. En het roept de vraag op, wat vinden wij nou vooruitgang voor die kinderen? En wat de Partij van de Arbeid betreft moet dat zijn dat ze het allemaal iets moois van hun leven kunnen maken. Dat ze opgroeien in een veilig land waar het goede beloond wordt. Dat ze zichzelf mogen zijn. Dat ze hun talenten kunnen ontdekken en kunnen gebruiken. Maar we weten ook, de een die fietst uit een arme wijk naar een school vol problemen, terwijl de ander zo het geluk tegemoet rijdt. De een kan thuis nog kind zijn en de ander heeft soms al de zorg voor een zusje of een broertje thuis. Dus kunnen we eigenlijk nog vooruitgang bieden aan die kinderen? Kunnen we dat nog? In een wereld vol spanning, vol conflicten, vol handelsconflicten, vol cynisme, vol nieuwe autoritaire leiders. In een wereld waar de planeet zelf misschien wel onleefbaar wordt voor die kinderen. Kunnen we dat nog? En zijn wij er ook toe in staat hier in dit huis om het over echte vooruitgang te hebben? En voorzitter, als je leider mag zijn of aanvoerder van een beweging die al 125 jaar de sociaaldemocratie vertegenwoordigt, dan kan je enig optimisme, enig inspiratie ontlenen aan het verleden. En ik wilde u voorstellen aan Fopkje Keilstra. Fopkje. Ik kwam haar tegen in een hilarisch Volkskrant-reportage die gemaakt was in het stemhokje in Gorkum, de dag van de Europese verkiezingen. Daar werd ze geïnterviewd samen met haar zoon. Intussen hebben we contact gelegd. Zij volgt dit debat via de televisie, heb ik begrepen. Maar het mooie is, Fopkje, die toen zij 12 was, dus toen ze die leeftijd had van die brugpiepers toen werd hier in Den Haag de Bijenkorf geopend. De eerste.
En dat was, dat was vol innovatie, om het in D66-term te zeggen. Daar was iets heel bijzonders. Dat was de eerste roltrap. En die roltrap die bracht mensen automatisch naar boven. Een krachtiger symbool voor vooruitgang kun je bijna niet bedenken. Toen Fopje geboren werd, ze is nu 105. Toen mocht haar moeder nog niet stemmen. Toen waren er geen weekends. Toen stond oud worden gewoon gelijk aan armoede. Toen ze 15 werd, brak de depressie uit. Die vorige gigantische economische crisis. Zij is met haar familie in 1933 gaan kijken toen de afsluitdijk geopend werd. Dat was een wereldwonder. En na de oorlog kwamen er kinderen. Na de oorlog kwam Drees, kwam de wederopbouw. Na de oorlog kwamen er betere voorzieningen. Kwam er een oude dagsvoorziening. Bouwden we een verzorgingsstaat. En als je door de ogen van Fopje kijkt en je realiseert wat we eigenlijk in die eeuw hebben bereikt, dan zie je dat die vooruitgang kolossaal is. Dat we hier, we, onze voorgangers, samen de mooiste verzorgingsstaat ter wereld hebben gebouwd. Met emancipatie, met vrijheid, met verheffing. Dat is fenomenaal, die vooruitgang. Overigens stemt Fopje Partij van de Arbeid. Dat doet ze al haar hele leven. En ze heeft mij beloofd dat haar hele leven te blijven doen. Dus, ik vind mensen die dan gniffelen, die hebben niet mijn situatie meegemaakt, dat je weet hoe belangrijk elke stem is. Dus ik reken op je, Fopje, voor de komende jaren. Dat roept de vraag op, wat kunnen we dan bieden voor eeuw voor die brugpiepers? Ik denk dat als we nu niet wat doen, dan wordt dat een eeuw van ikke en van ongelijkheid op de wereld, en van stress en van prestatiedruk. En dan is het goed om te kijken naar de begroting die nu voor ligt, de plannen van het kabinet, de balans op te maken. En in die begroting staat heel veel om heel blij mee te zijn. De economie die groeit. Er zijn gunstige voorspellingen voor de koopkracht. Er zijn meer banen dan ooit. En dat is in die eeuw echt wel eens anders geweest. Dus ik vind het passend om, ook als leider van ik geloof de enige oppositiepartij die weet hoe het is om te regeren, hier ook dank uit te spreken aan de harde werkers van VK voor jullie werk. Want het is niet altijd dankbaar en er wordt wel degelijk heel erg hard gewerkt. En deze twee dagen zijn natuurlijk het mooiste wat jullie overkomt in een jaar, maar eerlijkheid is ook. Nee, alleen Wiebes geeft toe dat hij het moeilijk heeft. Of gaat Hoekstra dat nu betwisten? Dat is even. Er is hier geen haardvuur. Voorzitter, toch klopt er ergens iets niet. Hè? Want als je de minister van Financiën gisteren zag glunderen met het koffertje, dan begrijp je niet dat er geen rijen mensen op straat zijn met bloemen, met loftuitingen, met complimenten voor dit kabinet. Dat de mooie woorden en de beloften toch niet bij iedereen dat effect hebben. En dat heeft ermee te maken dat die belofte van vooruitgang niet gevoeld wordt. Dat juist als je zegt te bekommeren om middengroepen, dan is er vaak iets anders nodig dan het koopkrachtverhaal dat we tot nu toe horen. En ik denk dat de rijkdom die Nederland nu heeft, de langste reeks van begrotingsoverschotten sinds 1954, de laagste rentelast sinds de vorige eeuw, dat die verplicht tot meer. Het is geen verdienste een begrotingsoverschot te presenteren als je geen oog hebt voor wat er nu misgaat in de samenleving. Je komt niet in het land van morgen met een speech of een lezing van gisteren. Wat heeft het kabinet tot nu toe gedaan met deze rijkdom? In 40 jaar is geen kabinet aangetreden met een betere financiële positie dan dit kabinet. Wat hebben ze daar nu mee gedaan, als je die balans opmaakt? Ze hebben niet stilgezeten. De BTW is verhoogd. Het referendum is afgeschaft. De energierekening werd verhoogd. Een aantal andere dingen ging niet door. De bezuiniging op arbeidsgehandicapten, op chronisch zieken. We hebben het gehad over de dividendbelasting. Er gebeurden ook goede dingen. Zeker. Vaderschapsverlof heb ik meteen genoemd. Er kwam een pensioenakkoord. Mede of misschien wel vooral ook dankzij de inzet van de vakbeweging. Maar als geheel is het de vraag of je daarmee echt vooruit gaat. Of je goed omgaat met de wilde die er nu is. En daar kan geen commissie of onderzoek naar toekomstig fonds tegenop.
Daar zul je nu wat aan moeten doen, want die noden die zijn ernaar. En dat is ook, denk ik, een van de redenen waarom mensen cynisch worden over praten over vooruitgang, terwijl je je ogen sluit voor wat er nu nodig is. Ik denk aan Merel, zij is violiste, zelfstandige, hartstikke goed. Tweede cd uitgebracht, haar carrière gaat goed. Zij werkt 60 of 70 uur per week, omdat je heel veel moet repeteren. Ze wil eigenlijk niet uitrekenen wat je dan per uur verdient. En vooruitgang is daar dus niet een theoretische koopkrachtbelofte. Vooruitgang is als je wat meer zekerheid zou hebben. Meer zekerheid over wat er gebeurt als je arbeidsongeschikt wordt of ziek. Of André Loorbach is er, onze gast van de Partij van de Arbeid. Ik heb hem ontmoet in Veendam, waar hij in zijn huis, en dat huis is een trots, een muur heeft vol foto's van Elvis, gesigneerd en wel. Die me vertelde hoe hij in de crisis werd ontslagen als werknemer van een bouwwinkel. En alles heeft geprobeerd om weer aan de bak te komen en het lukte niet, en het lukte niet, en het lukte niet. En de WW kwam aan zijn einde en hij dreigt het huis te verliezen. En daarmee alles waar hij zo voor gewerkt had. Dat is je middengroep. Dat is je middengroep. En nu heeft hij weer werk bij de overheid, bij de provincie Groningen, maar geen vaste baan. Vooruitgang is dan dus zekerheid bieden, daarvoor kiezen. Dat verdienen die mensen van de middengroep. Dat verdienen die mensen die... En met alles wat er veranderd is in de economische discussie, is de structuur zelf onvoldoende veranderd. We leven toch... En er werd al aan gerefereerd, 10 jaar premier Rutte, maar dat kun je niet alleen hem verwijten. We leven toch in een tijd waarbij je moet vaststellen dat dat neoliberale denken, met de VVD als grootste partij, dat dat dominant is geweest in de manier waarop we hier naar kijken. Want in die visie heeft André gewoon zijn kansen niet gepakt. En in die visie werkt Merel gewoon als vrije ondernemer in een sector die niet goed loopt. Terwijl we weten dat dat niet waar is. Terwijl we weten dat er eigenlijk behoefte is aan een ander verhaal, een andere visie, dan die toch schrale liberale visie waar we hier last van hebben. En ik denk dat we dat nu moeten veranderen. Ik denk dat dit het uitgelezen moment is om dat te veranderen. Om het einde van het neoliberalisme, wat we op krantenpagina's zien, om dat ook waar te maken. En ik heb hele positieve dingen gehoord. Zeker ook van de fractievoorzitter van de VVD. Die eigenlijk, en dat vind ik mooi, die ook erkent... Dat was niet goed. Die dividendbelasting is natuurlijk een symbool van die trickle-down, die theorie dat welvaart vanzelf via die aandeelhouders naar ons... Maar het is niet zo. Het is niet waar. En die winstbelasting, het is nu uitgesteld, het gaat niks doen voor de lonen. Het komt naar de aandeelhouders. Bedrijven kopen hun eigen aandeel. Dat is wat we niet moeten willen. En voorzitter, ik zou eigenlijk tegenover dat toch kille mensbeeld van Nederland als een bijna... toevallige verzameling van calculerende burgers een ander beeld willen zetten. Een positiever beeld. Sociaaldemocratie. Een gemeenschap waarbij niemand helemaal zelf meet is. Want je moet vooruitgang afmeten aan hoe we omgaan met de mensen die bij het begin de minste kansen hadden. In plaats van aan het succes van de rijksten. En juist Nederland zou dat moeten kunnen doen. En dat zouden we bij deze begroting waar kunnen maken. Door een aantal andere keuzes te maken. Een alternatieve visie is mogelijk. En ik... doe ze in 3 contrasten. Het eerste contrast is dat je een begrotingsoverschot presenteert, terwijl er een enorm lerarentekort op dit moment woedt door het land. Hoe kan je dat doen? Hoe kan je dat doen? Hoe kan je parmantig zeggen, we gaan 3,4 miljard gebruiken voor de schatkist? En ik heb het gehoord hoor, we willen best kijken, de minister moet eerst praten, we wachten wat de sector zegt. De sector is heel duidelijk. De sector zegt... kinderen krijgen niet het onderwijs wat ze nodig hebben. Ouders zeggen, onze kinderen worden naar huis gestuurd. Er is een 4-daagse schoolweek. Er worden brieven verstuurd, niet op leeftijd 4, maar op leeftijd 5 mag je kind naar school. In dit rijke land. In de 18e economie van de wereld. Hou op met filosoferen over toekomstfondsen. Dat is de toekomst. Die kinderen die verdienen het. En als we wachten tot ze straks als brugpieper met die rugzak fietsen, dan zijn we te laat. Die kinderen verdienen nu actie en dat betekent geld. En iedereen die zegt, ja geld is niet de oplossing, natuurlijk, weet ik, maar het is een gigantisch probleem. En iedereen die zegt, oh wat is dat onderwijs duur en wat willen ze veel, zou ik zeggen, probeer de kosten van onwetendheid.
In plaats daarvan zou je juist een stap verder moeten gaan. Gebruik dat, de te lenen miljarden, om meteen te zorgen dat kinderen vanaf 2 naar school kunnen. Gebruik het ervoor om vanaf de crèche tot de universiteit te zorgen dat we alle kansen benutten. Voorzitter, het tweede contrast, en het is gelukkig vandaag veel aan de orde gekomen, is dat tussen een begrotingsoverschot en de woningnood. En ja, ik ben blij met de brief, althans met delen van de brief van het kabinet over de woningnood, want er is een andere toon. Corporaties krijgen meer ruimte, zeker. Hoewel er heel veel onderzocht wordt, over heel veel wordt nagedacht, op heel veel wordt teruggekomen, proef ik daarin de bereidheid om onder ogen te zien, er is woningnood, er is een crisis, maar voor niets gaat de zon op. Die corporaties kunnen veel meer, maar op dit moment gaan ze per saldo meer betalen dan ze krijgen aan een teruggave in die 100 miljoen per jaar. Dat kan dus niet. Die corporaties kunnen 250.000 woningen bouwen, extra betaalbaar, als we ze verlossen van die last. En ik zou ervoor willen pleiten dat we ze ook in staat stellen om een rol te spelen in de wijkaanpak. Als we samen met de gemeente zorgen voor meer politieagenten, meer begeleiding voor mensen die zorg nodig hebben. Als we ook zorgen dat ze de ruimte krijgen om bij de toewijzing niet alle kwetsbare mensen in hetzelfde portiek te huisvesten. Want in de wijken van Nederland waar het minder goed gaat, waar de economische voorspoed niet geland is, daar kraakt het. En daar hebben ze het nodig dat een overheid voor ze opkomt. Dat kan. En voorzitter, het derde is de ongelijkheid. Rob Jetten noemde het in zijn lezing. Die progressieve vermogensbelasting die is er, die staat in de tegenbegroting van links. Daar hoeft u niet meer over na te denken, dat kunnen we doen. Het levert ook nog heel veel op. Maar die ongelijkheid is natuurlijk meer dan alleen maar een financiële kwestie. Dat heeft er alles mee te maken dat je, om het verjaarsfeest van Heerma te citeren, dat mensen niet over kunnen steken naar de andere kant. En dat dat niet past bij Nederland. Dat de echte belofte van Nederland toch is dat juist in dit land we niet toekijken als de spreiding van kennis, macht en inkomen totaal scheefgetrokken wordt, maar dat we hier weten dat we een rijker, een succesvoller, welvarender land zijn als we dat met elkaar delen. Voorzitter, dat brengt mij op politieke conclusie over dit kabinet en de plannen voor volgend jaar. Voorzitter, ik denk dat het niet voldoende is om te zeggen, allerlei fouten van vorig jaar worden nu niet gemaakt, hoe blij ik daar ook om ben. Ik denk dat als je ziet wat er nu nodig is in onze samenleving, dat dit kabinet een soort pirouette op een goudberg doet. Een pirouette die toch te veel vervuld is met wie zijn naam op welk plan mag zetten en te weinig recht doet aan wat er nu nodig is. Een overschot in de financiën, maar tekort richting de mensen. En de Partij van de Arbeid zal die plannen steunen die daar wel nu wat aan gaan doen. Dat betekent meer geld voor onze publieke sector, de mensen die ons veilig houden, politiemensen, militairen, de mensen die ons verzorgen, de verpleegkundigen, de mensen die onze kinderen verder brengen, de leraar. En betekent dat we die plannen zullen steunen die echt wat gaan doen aan de woningnood. Maar betekent ook dat als het niet lukt om bij te sturen, dat we ze niet zullen steunen. De politiek is ook kiezen, is ook strijd. En ik hoop oprecht dat met de mooie woorden die vandaag gezegd zijn, morgen ook zal blijken dat we ook zaken kunnen doen. De heer Baudet. Ja, ik hoor een pleidooi voor de klassieke sociaaldemocratie, als ik het zo mag samenvatten. En in ieder geval een aantal dingen die mij aan het hart gaan, namelijk het verdedigen van de publieke sector, investeren in onderwijs, zorg. Ik hoorde niet zo duidelijk het bestrijden van de bureaucratie, want dat zit aan de andere kant. Maar ik denk dat we elkaar daar wel in kunnen vinden. Er is alleen één grote olifant in de Kamer en die is dat een verzorgingsstaat, een goede publieke sector, een vangnet, onverenigbaar is met open grenzen. En dat is iets dat sociaaldemocraten in de hele westerse wereld ongelooflijk moeilijk vinden om te onderkennen. De Britten worstelen ermee, de Fransen worstelen ermee. Maar in Denemarken is de Sociaaldemocratische Partij, de zusterpartij misschien wel van de Partij van de Arbeid, omgegaan. Die hebben onderkend, oké, wat wij allemaal willen aan sociaal vangnet is gewoon onverenigbaar met de migratiestromen die er nu zijn. En zij hebben gezegd, wij gaan ook echt een immigratiekritische partij worden, omdat we willen dat die verzorgingsstaat en dat vangnet overeind blijft.
Is er een dergelijke move van de Partij van de Arbeid te verwachten de komende tijd? U heeft het gewoon niet over gehad tot nu toe. Gaat u het überhaupt benoemen? Is het iets waar de Partij van de Arbeid van denkt, dus een overdreven probleem? Dat suggereerde u een beetje. Of gaat u die kant op die de Denen nu ook zijn gegaan? De heer Asscher. Voorzitter, de Partij van de Arbeid is voorstander van een fatsoenlijk en realistisch migratiebeleid. En dat betekent dat je wel onderscheid moet maken tussen de verschillende onderdelen daarvan. Ik vind dat wij vluchtelingen altijd moeten opnemen. Mensen die gevaar lopen, die moet je opvangen. Dat kunnen we. Dat kunnen we met andere landen samen. Ik vind ook dat het een realistisch beleid moet zijn. Dat wil zeggen dat ik zeer geloof in Europese samenwerking. Dat ik vind dat we het veel beter moeten doen in de situatie in Griekenland. Maar dat ik geloof dat je met Europa oplossingen moet vinden. Wat hoort er ook bij? Je bekommeren om de ongelijkheid in de wereld. Eén van de aanjagers van migratie. Opvang in de regio verbeteren, niet als hou ze maar daar, maar om perspectief te bieden. Te zorgen dat meisjes en vrouwen veilig zijn, dat er onderwijs is, dat mensen aan het werk kunnen. Met andere woorden, ik denk dat je heel goed een fatsoenlijk en realistisch migratiebeleid kan voeren, zonder te doen alsof, want dat hoorde ik een beetje in uw vraag, alsof sociaaldemocraten dat niet zouden kunnen. Ik denk dat wij dat bij uitstek kunnen, dat we ook gehouden zijn om het algemeen belang van onze kiezers te dienen. De heer Baudet. Ik blijf even hangen op de uitspraak, dat kunnen we. Dat hoorde ik de heer Asscher zeggen, dat kunnen we met betrekking tot een immigratiebeleid. Wat voor soort aantallen denkt u dan dat wij jaarlijks kunnen opnemen? Want ik zelf denk dat we al ver over ons maximum zitten en dat we eerder met remigratieprogramma's moeten gaan werken dan met nog meer immigratie. Dat we al veel te veel mensen hier hebben die we niet kunnen opvangen. Voorzitter, ja, ik denk dat je dat niet in dat soort absolute termen moet bespreken, omdat het er heel erg van afhangt welke mensen hier naartoe komen, in hoeverre je erin slaagt een plek in de samenleving te geven, of ze aan het werk komen, of we erin slagen om mensen hier naartoe komen die geen recht hebben op asiel, te zorgen dat ze weer teruggaan naar de landen van herkomst. Dus ik vind om daar een getal op te plakken, hoe aantrekkelijk ook vanuit zeg maar, de kracht van het debat, ik denk dat dat niet fair is. Ik denk dat u dat intellectueel ook met me eens wilt zijn. Je gaat niet tegen de volgende vluchteling die gevaar voor zijn leven leidt zeggen, goh, we zitten aan de grens van Thierry. Waar ik het wel met u eens ben, is dat je een realistisch beleid zult moeten voeren. Tenminste, als u dat voorstaat. De heer Baudet. Iemand zei ooit dat de definitie van gekte is hetzelfde, wat niet werkt, continu maar herhalen. En dan de naïeve verwachting hebben dat het dit keer anders zal uitpakken. De afgelopen decennia is het ons gewoon niet gelukt om mensen, dus een enkeling wel, maar statistisch gesproken is het gewoon niet gelukt om mensen uit het Midden-Oosten en uit Afrika te integreren. Dat kunnen we constateren. Waarom zegt u dan, we kunnen het? Het is maar net de vraag wie je binnenhaalt. Dat is toch niet realistisch? We hebben gezien dat we falen, keer op keer. Moeten we dan niet nu paal en perk stellen aan die voortgaande immigratie? Gewoon stoppen even. De heer Asscher. Nou, voorzitter, kijk, twee opmerkingen. Het ene is, ik hou er niet zo van om iedereen die zich in Nederland heeft gevestigd in de afgelopen, ik weet niet hoe lang, hiermee meteen te zeggen. Dat doe ik ook niet. Nee, dat zei ik. Er zijn individuen die fantastisch hun weg hebben gevonden in Nederland, maar hele grote groepen niet. En de eerste spreker van vandaag, de heer Wilders, die memoreerde al 70% van de moslims in Nederland verkiest de sharia boven de Nederlandse wet. Nou, dat betekent dat je een groot probleem hebt. En dat geldt voor allerlei sectoren, niet alleen voor hun religieuze affiliatie, maar ook voor gedrag op straat, participatie in de arbeidsmarkt, onderwijs, taalachterstanden, visie op emancipatie van vrouwen, noem het allemaal maar op. Over de hele linie zie je gewoon een al decennia lang falend integratiebeleid. Volgens mij zijn we daar ook langzamerhand in Nederland toch wel over eens aan het worden. En als je dan, meneer Asscher, hoort zeggen, nou, we moeten gewoon een realistisch immigratiebeleid voeren. Wat is nou een realistisch immigratiebeleid? Dat is denk ik op dit moment even heel weinig immigratie uit culturen die blijkbaar totaal anders zijn dan de onze. En die heel moeizaam, als dat überhaupt al gebeurt, integreren. De heer Asscher. Even, dit is lastig van een vraag met zoveel stellingen erin. Toch even proberen. Nee, het was geen kritiek op u, maar ik bereid de voorzitter op voor dat ik de vraag in gedeelte zou moeten beantwoorden. Het eerste is, het is onzin, dat verhaal van die 70% verkiest de sharia. Dat moeten we ook niet gaan lopen herhalen. Dat is gewoon niet waar. Dat is, toen Wilders dat 7 jaar geleden zei, is dat al gefactcheckt als onwaar. Daarom had ik vanochtend ook zo'n déjà vu, of Groundhog Day gevoel.
komt iemand naar voren en zegt, weet je wat erg is, 70%, het klopt niet. Het klopt gewoon niet. En je kan het ook merken in onze samenleving. Je hoeft geen enkel probleem te ontkennen, en dat zou ik ook echt niet doen, om je te verzetten tegen het defetistische, bangmakerige beeld dat 70% van onze landgenoten, die toevallig ook moslim is, de sharia aanhangt of de sharia verkiest. Gewoon onzin. Dat is deel 1 van het antwoord. Oh. Nou, u heeft een paar vragen gesteld en het is goed als daar wordt ingegaan. Kan ook, maar het is misschien ook. Kijk, je kan het merken in de samenleving. Wat ik merk in de samenleving is enorme vijandigheid van allerlei groepen. Enorme onveiligheid. Enorme zorgwekkende verhalen over sharia-scholen, over intolerantie op straat, mensen die hun wijken uitgepest worden, noem het allemaal maar op. Je kunt het merken, inderdaad, je kunt het merken dat het niet werkt. De heer Asscher. Nou, nogmaals, er zijn zeker problemen en die moet je oplossen. Nou, ik hou daar niet zo van om elkaar tot onderdeel van het probleem te noemen. Dat zou ik bij u ook zeker niet doen. Maar wat is dan verstandig? Om over de verschillende dingen. Je hebt migratie rond arbeidsmigratie. Daarvan vind ik dat is op dit moment te veel onderdeel eigenlijk van een businessmodel wat zich richt op zo laag mogelijke kosten van arbeid. Daar hebben we met z'n allen last van. Daar hebben arbeidsmigranten last van. Daar hebben Nederlandse werkzoekenden last van. Daar hebben ook Nederlandse kleinere bedrijven last van die geen gebruik kunnen maken van die constructies. Dus ik ben daar zeer kritisch over. Wat is dan de realistische aanpak? Niet zeggen laten we de grenzen maar dicht doen. De realistische aanpak is zorgen dat we de regels zo aanpassen dat je dat kostenvoordeel kwijtraakt als werkgever. Dan hou je nog steeds arbeidsmigratie, maar juist voor vacatures die niet vervuld zijn. En niet om oneerlijk te concurreren. Dat vind ik een verstandige, realistische aanpak. Als er problemen zijn met salafistische stromingen, en die zijn er. Ik vind dat kinderen niet vergiftigd moeten worden. Maar het hele pleidooi voor die brugpieper was, gebruik je hele vrijheid. Dan moet je dat aanpakken, dan moet je dat probleem oplossen. Wij hebben voorgesteld artikel 23 van de grondwet te moderniseren. Dusdanig dat voorop staat dat alle scholen burgerschap, democratie en respect voor mensenrecht onderwijzen. Dat lijkt mij verstandig. Maar wat ik niet aan meedoe en wat ik u ook afraad om te doen, is voorbeelden tot de algemene norm te verheffen. Dat het feit dat daar in die informele onderwijs verkeerde dingen worden onderwezen, daar kan je niet uit afleiden dat onze buren, onze collega's, daarmee allemaal dat gedachtegoed aanhangen. Sterker nog, als je dat al zou denken, dan wordt het veel somberder. Dat is niet zo. Ja, natuurlijk zijn er integratieproblemen. Zeker. En dat wordt echt, als we dat moeten gaan, weet je, dat benoemkampioenen, daar waren we ook al overheen. Als je nu een plusje van de meester krijgt en zegt, ik zie een probleem en ik benoem het tenminste. We've been there. Dat is ook al 10, 15 jaar aan de gang. Volgens mij moeten we het erover hebben. Wat kun je eraan doen? U zegt, stop migratie. Dat is mij veel te algemeen. Ik vind dat Nederland als beschaafd land altijd vluchtelingen zou moeten opvangen die gevaar lopen. Ik vind niet dat Nederland open grenzen zou moeten hebben voor iedereen die hier zou willen wonen. Ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat dat niet past. En ik denk dat de manier om dat tot uitvoering te brengen is in de Europese samenwerking. Gaat u verder. Ja, dan, dus, laatste vraag, de heer Bonnet. Bent u bereid om samen met ons en misschien andere partijen die het ook willen te bewerkstelligen dat Syrische statushouders terug worden gebracht naar Syrië, ook als zij liever in Nederland zouden willen blijven? De heer Asscher. Nou, voorzitter, ik hoorde de heer Baudet eerder zeggen, Assad heeft gezegd, ze zijn welkom om terug te komen. De meeste Syrische vluchtelingen die ik heb gesproken, die waren op de vlucht voor Assad. Er wordt daar gemarteld, er worden mensen vermoord, er wordt daar gezuiverd. Natuurlijk gaan mensen terug als het daar weer veilig is. Maar het feit dat de dictator die mensen martelt zegt, ze zijn van harte welkom, is dat voor u werkelijk het criterium om te zeggen, we gaan ze terugbrengen? Is dat het moderne, welvarende Nederland? Of zijn dat de brokstukken van de beschaving die we dan aanrichten? Ik stel voor dat u verder gaat. Ja, nee, maar de heer Baudet komt straks aan de beurs en dan kunt u ook vragen aan hem stellen. Ik stel voor dat u verder gaat. Ja. Voorzitter, ik was bezig tot enige politieke conclusies te komen over hoe het met het kabinet verder gaat. En ik wil erop wijzen dat in maart van dit jaar het kabinet de meerderheid is kwijtgeraakt in de Eerste Kamer. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Het kabinet is heel goed in staat daar zelf oplossingen voor te zoeken, vermoed ik. Dat is in ieder geval gelukt bij het pensioenakkoord. Maar voor de Partij van de Arbeid staat voorop dat bij de keuze die we nu maken, de rijkdom die er nu is, niet beschouwen als onze toevallige verdiensten, maar als een verplichting
om hem in te zetten voor de samenleving van straks. Denk het aan de mensen die de eeuw van Fopkje hebben gedragen, maar vooral om een eeuw voor de brugpieper te creëren waar we straks trots op zijn. Dank u wel.